Jesse Hellinga. Ik ben 15 jaar oud en ik voetbal in onder 15. En wat voor soort voetballer ben jij? Ik ben denk ik een technische linksbuiten die best veel dieptes heeft. Mannetje uit kan spelen en ik denk ook nog wel een goaltje kan maken. Je bent lekker op dreven, hebben wij gehoord. Ook jeugdspeler van de maand. En waarom denk je dat jij het geworden bent? Ik denk omdat ik het geworden ben, denk ik. Omdat ik dit seizoen best wel belangrijk ben geweest voor mijn eigen team. Veel goals gemaakt. Promotie is altijd mooi. En ik denk dat ik bij onder 17 ook nog wel de wedstrijd dat ik heb meegedaan, heb laten zien wat ik kan. Ja, als je kijkt naar het rendement van Jesse Hellinga dit seizoen, dan is dat echt super geweest. Als speler van de maand willen we een speler hebben die belangrijk is voor het team. Nou, dat is bij Jesse echt top geweest. Volgens mij wel meer dan 40 goals betrokken. Bij onder 15, maar ook bij onder 17. Dus met name vorig jaar, vanaf coronatijd, toen is het eigenlijk een beetje begonnen dat we weer wedstrijden konden spelen. En toen ging je los. En daarvoor was het wel wat minder. Was hij wel altijd gevaarlijk als aanvaller. Maar die scoort de goals, geeft die assists. Wie is jouw grote voorbeeld in het voetbal? Ik denk dat mijn grote voorbeeld op dit moment... Phil Foden vind ik wel een mooi voorbeeld. Ik denk dat hij op zulke jonge leeftijd heeft hij al dit bereikt met Manchester City. Ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is. En wat kan hij bijvoorbeeld, wat jij nog zou willen leren? Omgaan met de grote jongens om je heen. Dat je uit de duels kan blijven. Dat denk ik dat nog wel een verbeterpunt is. Ja, ze is een hele explosieve speler. Technisch vaardig. Een echte aanvaller die het gevaarlijkste is wanneer hij diepgang maakt. Voor de goal heeft hij het overzicht. Moet nog wel beter, maar heeft hij wel overzicht. Dus hij kan een goal maken, maar weet ook wel zijn medespeler te vinden. Dat is wel echt typisch Jesse Hellinga. Ja, jij komt uit een echte voetbalfamilie, hè? Kun je dat uitleggen? Mijn vader is trainer bij Heerenveen. Vroeger zelfs ook profvoetballer geweest. En mijn broertje speelt zelf ook in de onder 15. Dus ik denk dat we daarom wel uit het voetbalgezin komen. Ja, ook wel heel bijzonder, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar hoe is dat als je vader ook trainer is? Ja, het is even wennen in het begin, maar nu, hij behandelt mij niet anders. Het is gewoon mijn trainer en thuis is mijn vader. Dus het is gewoon lijkt normaal. Kijk, ik hoop natuurlijk dat ik als supporter over een paar jaar natuurlijk zijn naam kan scanderen. Dat zou mooi zijn. Maar het is nog een hele lange weg te gaan. Ik denk dat hij moet blijven investeren. Het is zeg maar de omslag die hij nu gemaakt heeft van vrijheid in de jeugd. Van lekker voetballen, wel ontwikkelen en leren. Maar het wordt nu wel wat serieuzer. En die stap heeft hij al gemaakt. Alleen nu gaat het erom van, kun je dat op een hoger niveau ook volhouden en blijf je ook je goals maken en je assist geven? Ja, mijn ambitie is eerst in het AWL Estra Stadion te komen te spelen en daarna misschien een transfer maken naar een mooie club in Nederland of in het buitenland.